Lek kort, hoog. Wat? Oké, nog stukken. Je was niet eens geboren. Yo, yo, het is je boy Easy Man. Vandaag kijken jullie naar Easy Man meets Pro Talents. En ik ben vandaag met niemand minder dan... Gino Dest, speler van Jong Ajax en Amerika onder 20. Alles cool? Ja, met zo. Ja, maar lekker man. Waar zijn we? Waar zijn we? In Almere man. Veel werk. Oké, dope man. En waar is je pleintje dan? Pleintje is daar man. Oké, let's go man. Oké, we lopen nu naar je pleintje. Ik zie dat het hier echt rustig is. Maar hoe lang woon je hier? Ik woon hier al mijn hele leven man. Ja? Veel werk ja man. Is veel gebeurd hier? Echt man. Ja? Ja man. We hebben best wel goede straatvoetballers, maar weet je toch? Nu is het koud, dus iedereen blijft binnen. Oké, oké. Okay. Komt iedereen naar buiten. Iedereen is op die Fortnite of FIFA? Ja, maar of op school, of op school. Of op school, ai, sterk, sterk, sterk. Ja, we zijn aangekomen op het plein van St. Gino Desk. En het is altijd belangrijk dat je een warming-up doet voordat je gaat voetballen. Dus St. Gino Desk, wat is jouw warming-up? Warming-up is gewoon altijd een beetje met een balletje trappen. Ja. Daarna nog. Een paar loopoefeningen en dan ben ik wel klaar. We hebben net de warming-up gedaan, maar nu wil ik je skills zien man. Want ik zie je sturen op het veld, ik zie je mensen versnellen. Maar nu zijn we op steen. Laat me zien wat je kan. Oké, we zijn aangekomen bij de eerste challenge. En de eerste challenge is natuurlijk gelijk de Panna Challenge. We spelen 3 minuten. Wie de meeste scoort heeft gewonnen. Maar als je Panna krijgt, heb je gelijk verloren. Easy man. Bang, bang. 3, 2, 1. Go! We'll be right back.
man, je weet hoe we het doen toch? Het is je boy Easy Man. Ja, 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 ja. Ja, 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 die panna gegeten, broer. Je zag het, hè? Hey! Blijven lachen, Sang, Sang. Rimes. Sang, video rem. Video rem. Nu gaan we op naar challenge nummer 2. En dat is de shootout challenge. En dat houdt in dat we 1 tegen 1 spelen en dat we elkaar gaan versnellen. Maar ik als verdediger, als ik de bal 1 keer aanraak, dan is die gelijk af. Dan ben ik aan de beurt. Wie als eerste 5 keer heeft gescoord, die heeft de challenge gewonnen. Easy, man. Maar we gaan niet gelijk zo beginnen. We gaan rock, paper, scissors, papa. Ja, 1-0, ja. Ja toch? 2-0. 2-0, ja. 3-0, hé, hey, man, hou op, man. Ah, nu ben jij. Nu ben jij. Ja, maar lassie. Oh! Shit, man! Nee, was goed, was goed. Oh, maar jij bent nog een keer. Als je scoort, ben je nog een keer. Nee, nee, ja, ja. Oké, okay, 2-0, 2-0, 2-0. 2-0, 2-0. Videoref, je hebt gescoord. Ja, tuurlijk. Zo. Loesu, man. 3-0. Shit, man. Hè? Huh? Ik weet niet waar die defense is, man. Ja, 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 ja. Ik hoef alleen aan te raken. Ah, ja, ja. Drie, twee. Man, heel de dag die schaar. 4-2, matchpoint. Denk je dat je gaat winnen? Nooit geraakt, geraakt, geraakt. Video ref, video ref. Ja toch. Ja! Yes! 4-3! Oh! Shit, man! Daar gaat hij. Blokkade, jawel, man. Sterk, easy, man. Niet geraakt, niet geraakt. 4-4. Ja, ja. 4-4. Kratie. Huts. Ja, die was fair, hè. Die was toch fair, man. Nuf, man.
Broer, man, alleen maar liefde, man. Dikke SO naar Serginho Dest, man. Wat ver, man. Wat vond je van deze challenge? Wat wel een leuke challenge, ja, man. Ja? Ja, man, ik dacht, je was alleen van straat, man. Nee, ja? Je kan wel wat doen, man. Ja, hè? Ja, man, maar jij was ook erg, man. Je hebt veel techniek voor een verdediger, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit een echte verdediger zo meegemaakt die gewoon technisch is en die ook van straatvoetbal dingetjes houdt, man. Dus dikke SO naar jou, man. Sowieso, man. Major love. Oh, ja, toch. Challenge nummer 3. En dat is de Nutmeg Challenge. Wie zo snel mogelijk de meeste nutmegs kan geven. En dat houdt in dat je een achtje moet maken tussen diegene zijn benen. Easy, man. Bang, bang. Rock, paper, scissors toch. Mentale dingen toch. Ah, 3 keer weer. Ja, toch. 1-0. 2-0. Hé, je bent zwak, man. 2-1. Hé, man. Hé, man. Wacht, man. Je bent zwak, man. 3-1. We hebben de eerste challenge gedaan. Je hebt een panna gegeten. Tweede challenge heb ik je gewonnen. Gewoon eerlijk gewonnen. 5-4. Het was echt spannend. Hey, nee, man. Nee, jongen. Ik dacht dat ik al had. Maar de derde challenge heb ik je ook verbroken met die nutmegs. Maar, geen probleem. Maar nu gaan we één challenge van mij doen, toch? Oké, wat is jouw challenge dan? Het is een latje trap, maar het is een speciale latje trap, man. Oké, wat moet ik doen? Het is niet vanuit de grond. Je moet hem in één keer opwippen. En dan vol je. Latje. Hey, FIFA 98 nog? Ik was nog niet eens geboren, man. Je was niet eens geboren. Boys, niet doen. Easy. Oh. Ja. Ja. Oh. Moet lukken toch, papa. Ik heb jullie gezegd toch. Wat vond jij van al die challenges? Wat leuk, man. Ja, man. Ja? Zeker in deel 2, man. Ja? Op dit keer heb je geluk gehad, man. Dat was even warming up. Oké, dan waar wil je die deel 2 hebben? Nee, ik wil bij jou gaan. Wil je bij mij? Ja. Voor de Kuip? Ja, we gaan zien. Geen probleem, man, broer. Maar ik denk dat je dan een rode kaart gaat krijgen, hè, daar. Hoezo? Daar kan je niet met je Ajax trainingspak gaan voetballen. Ik heb deze. Oké, goed. Goed gecamoufleerd. Wat ik je wou vragen was, welke speler die jij kent wil jij nu op de spot zetten? Ik kan wel tegen Richenau, maar. Wie is dat? Richenau Margaret, man. Ja? Ja, man. Speler van Vitesse, man. Kan je hem bellen nu? Rizzo. Waar ben je dan? Ik maak een paar, man. Ah, wacht. Iemand wil je even spreken, man. Je gaat even een challenge tegen hem doen zoen, man. Yo, Faka Richenau. Het is Easy, man. Weet je nog wie Easy, man, is? Ja, tuurlijk. Oké, want ik ben niet vergeten wat voor actie je bij me had gedaan. De volgende keer kom ik naar jou toe, man. Ben je ready? Ik ga je nummer nemen, dan gaan we een datum inplannen, ja? Ja,
Ja, ja, goed is goed. Oké, okay, easy man. Bro, als je niks regelt, kan je echt thuis blijven. Dus begin wat te oefenen. Heb je iets geregeld? Ik heb zeker wat geregeld. Heb een pannen gechapt, man. Ik hoop echt dat je ver komt in je carrière. Toch sowieso alleen maar liefde, toch? Dus de volgende... Deel 2 komt eraan, hè? Deel 2 komt sowieso bij de Kuip, bij deze. Ah, dat is van. Thuisbasis. Regional Margaret, beware. We are coming for you. Yes? Easy, man. Love and respect. Shout-out naar Sergio Desk. En like en subscribe mijn YouTube channel. Bang, bang.